Ik bestel die shampoos. Jongens, meisjes, het heeft te lang geduurd. Jullie vragen er al redelijk lang om, moet ik zeggen. Het is tijd dat ik er eindelijk maar eens op ga reageren. Want ja, ik word een beetje gek van alle vragen. Ik krijg maar te horen, Koen, waarom maak je nou ineens muziek? Wat is het nou voor onzin? Wat ben je aan het doen? Koen, je tweelingbroer maakt muziek. Koen dit, Koen dat. Da-da-da-da-da-da-da. Mensen, ik ben dit niet. Ik ben het niet. Jezus. Vandaag gaan we kijken naar mijn zogenaamde tweelingbroer. En ga ik mijn ongezouten mening geven over dit voorval. Vind je de video leuk? Doe zeker een... Doe zeker een duimpje omhoog. En abonneer nou op mijn YouTube kanaal. We gaan lekker op mijn 350.000 abonnees. Ik wil er vandaag 1000 abonnees bij. 1000 abonnees. Dus abonneer als je het niet gedaan hebt. En laten we dan maar gaan kijken. Wat er precies gebeurde. Er was er maar een jongen. En die ging naar... die had een nummer gemaakt. En ik dacht van, ik ga nu naar Rapnieuws TV. In ieder geval, hij betaalde toen Rapnieuws TV om op dat account te komen. Wat op zich natuurlijk niet verkeerd is. Het enige probleem is dat in plaats van dat hij kreeg wat hij wilde. Namelijk mensen die zeiden goede muziek. Dat iedereen alleen maar commentte dat ik het was. Maar ook deze YouTube video. We hebben hier dus dat nummer wat hij heeft uitgebracht. Balenciaga, hij heet Brent. Zit hier te kijken. Me, mom, can we have Koen at home? Mom, we have Koen at home. Koen at home. Brent, wat één condoom had kunnen voorkomen. Rob als foto. AliExpress versie van de DMPNL. 9,9k likes op die comment. Wat de heck. Het nummer zelf heeft 18.000 likes. 12.000 dislikes. Zeg of al die 18.000 likes echt zijn... Dat durf ik te betwijfelen. Was namelijk, ik zat met Matt even die video te kijken. Dat hij voor mij 3k likes, 5k dislikes. En toen ging ik slapen. En toen werd ik wakker, had hij ineens 6k likes, 5k dislikes. Maar er zijn waarschijnlijk heel veel mensen die s'nacht dachten van, ik vind dit toch een toffe video. Ik like hem. Laat hem maar even gaan luisteren. Alsjeblieft, doe even niet. Doe even niet. Kom eruit. Stel, ik moet gewoon niet doen. Nou, G36, hier niks mis mee. Ons brand. Huisje. Niet verkeerd. Ik bestel die champas. Oudje van LV of Balenciaga. Je kan zeggen wat je wil. Het is gewoon een catchy refrein. 100%. Gewoon catchy. 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 Nou, dan bleek dus allemaal dat zeg maar, hij dit allemaal niet van hem was, maar van zijn vader. Wat ook op zich niet raar is. Hij is denk ik 20 of zo. Dus als je dat hebt, zoals 20, dan moet je een soort van succesvolle YouTuber zijn die daarnaast ook gewoon een eigen bedrijf heeft. En ook nog studeert aan Erasmus. Nee, maar waarom mensen dachten dat hij op mij leek, laat je likken. Is omdat hij zeg maar exact dezelfde jas was in. Hoe kan dat nou? Hoe kan dat? Kijk nou. Kijk nou! Ik moet eigenlijk deze video kijken of ik de jas aan heb. Hartstikke idee. Nou, gaan we verder kijken. Het is die rode boy met die enge... Zeg maar, en volgens mij had niemand het probleem met het refrein, want dat was op zich niet heel slecht. Vind je het ook altijd, als je dan je winter op tijd niet aangaat, dan ga je even kijken wat erin zit in je zakken. Nou, ik zie hier twee bonnetjes, maar van één bonnetje van de hoeren en de andere van de GGD. Oké, nou, ja, maar dat refrein was niet het probleem. Het probleem komt nu. Het is niet om jou, want ik pak me door. We kunnen chillen in de VIP met vieze hoos. Ben tot laat met Rengo in de studio. Ik ben Blinko Baat, neem een Louboutins. Ik zie je haat, omdat je mij niet bent. Ja. Die sukkel om je heen zegt dat hij rent. Ja. Je zakken zijn leeg en je hebt geen cent. Ja. Dit is niks. Dat is tenen krommen. Rolex van Yves en hij is afbetaald. Uren in de stuur heb ik doorgehaald. 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 Ik ben op Cartier. Ik bestel die champas. Oudje van LV of Balenciaga. Is gewoon lekker, is gewoon catchy. Kan je niks over zeggen, vind ik, hè? Zal ik je zo vertellen? Iedereen doet al koude stoer, want iedereen zit op hem te haten. Balenciaga heeft gewoon 766.000 streams, hè? Op Spotify kan je geen streams kopen, voor zover ik weet in ieder geval. Die likes, die kloppen niet. Die likes zijn hartstikke nep, die heeft hij gewoon gekocht. En ik neem aan dat hij het ook al toegeeft, maar... Oké. Okay. 778.000 weergaan. Het is gewoon viraal, hè, dit. Dit is gewoon viraal. Gordelweg heeft 1,3 miljoen, hè? Maar de helft van Gordelweg... Ja, dan heb je natuurlijk niks, die heeft 3,1 miljoen. Kijk. Come on. TNT of een datejust. Ik weet niet wat je van me vindt. Dus hey, zie ze geil op mijn pols, ja ik weet het. En mijn cirkel die is klein, dus delen. Vliegen naar mijn bel, ja. Moet ik sowieso zeggen, die Rengo. Lekker biertje, man. Hey, ruggen aan champagne. Flink die fles. Wel, Tries, die fles is dicht. Hey, ruggen aan champagne. Is die dicht? Ja, hallo. Maak dan open. Ik ben op Cartier. Ik bestel die champagne. Oudje van LV. Nou jongens, zal ik je even een leuk verhaal vertellen? Want dit nummer hebben we nu al gehoord inmiddels. Dit is niks. Dit is niks. Rap, hiphop, Lil Kleine, boef, gewoon boef. Lil Kleine, designer, snelle, Brent, Dior, de jong van de straat. Balenciaga, Balenciaga muziek, top 40 Nederland. Marihuana. Juist. 17 miljoen mensen. Kies nou even de doelgebied wil aanspreken. Maar in ieder geval, ik had hem dus een DM gestuurd. Dus op zo'n Koen de parodie. Dan had ik zeg maar een oude parodie en had ik een soort van in een nieuw jasje. Nou, die jas mag wel weer uit. Het is misschien niet wel tering warm te worden. Maar dat had ik een soort nieuw in een nieuw jasje gestoken. Ik dacht van, dat is leuk. Dan doe ik nog het oude refrein. En dan doe ik zelf een nieuwe verse. Kijk.
I'm an artist, I call it verse. Doe ik dat opnieuw. Ik dacht, dat is leuk, dat is lachen, dat is leuk. En toen dacht ik van, luister eens Brent. Ik heb je nummer gehoord en mensen zeggen, we lijken op elkaar, lachen. Ik wil, jouw nummer wil ik remake. Maar hij zei, hij is serieus begonnen met een rapcarrière, of serieus dingen klaar, hier bedoel je een soort van parodie van maken. Hallo, dat zou ik nooit doen. Zo ben ik toch helemaal niet. Nou, dus toen zei hij van, helemaal goed, misschien kunnen we samen een video maken. Nou, daar heb ik niet zoveel zin in. En toen zei ik van, weet je wat, misschien kunnen we wel samen een nummer maken. En daar staat hij wel voor open. Mensen, als we, fuck it, 40.000 likes halen deze video, dan ga ik een nummer met Brent maken. En dan doet Brent het refrein, want dat kan ik niet en hij wel. En dan doe ik wel de stukjes door, kan ik ook niet, maar hij ook niet. Dat komt mooi uit. 40.000 likes, mensen, laat het weten. In ieder geval, na deze absolute banger kwam er meer een gevoelige pokken online. Namelijk, sinds klein. Hier heb ik wel kleine aanmerkingen, moet ik zeggen. Koen, je liet wel achteruit, want ik vind niks in eenzaam toch wel leuker. Koen wel een nieuwe pack opening. Je hebt echt een fantastische app gemaakt, enorm kaasje. Trouwens, wat ik ook had gezien is dat hij dus voor die Balenciaga had die promo gekocht bij Snapking. Hey Brent, luister even, dat doe je toch niet? Wie neemt Snapking nou serieus? Even serieus. Kom op man. En schoolen doen. Skeren versie van DPNL wordt steeds meer kaas. Oké, genoeg comments. Ook nog off-white, lijkt wel alter ego van DPNL. Genoeg comments. Sinds klein van Brent. Señor Rango. Señor Rango. Doe maar raam omlaag. Rijden door de straten van mijn stad, beetje vaag. Dat ik het allemaal al komen zag, niet apart. Ik leef mijn leven met een brede lach. Zit met veel dingen in mijn mind. Had je niet verwacht, je hebt er nooit gezien naar mij. Kan je zeggen wat je wil? Zeg maar, ik vind dit begin niet heel slecht. Nou heb ik natuurlijk totaal geen verstand van muziek. Maar wat het probleem is dat hij het soort van doet. Alsof hij van de straat komt, dat hij gewoon lekker heeft geleefd. Logisch, heb ik ook. Dus ik kan ook niet doen dat ik van de straat kom. Want dat is helemaal niet zo. Dat moet je ook niet doen. En dan komt een refreintje. Is gewoon weer lekker refreintje. Maar in die tijden op school zo vrij. Je zag de shine, maar niet mijn pijn. Welke pijn, broer! What the fuck? Ben je met je hoofd op je prikkelbar met je Louboutins gevallen? Ik heb het nooit gezien naar mij. Het lijkt allemaal zo goed sinds klein. En dit klinkt gewoon lekker. Als je zegt van ik klinkt niet lekker, dan snap je het niet. Want er zijn 1000 rappers die dit maken. En ook Balenciaga. En dan vind je het allemaal wel hard. Maar bij hem vind je het niet hard omdat hij doet alsof hij van de straat komt. Wat ook nergens op slaat. Brent, doe nou niet. Je zag de shine, maar niet mijn pijn. Talentvolle jongen, je kan het horen naar mijn stem. Kijk, dat is natuurlijk een dingetje. Ja, verschillende meningen misschien over. Pik, als je wilt werken, ja dan tapen we wat engs. Mensen, aangezien als ik deze tekst erin deed van wat hij zingt, word ik gestrijkt. Dus dat doen we niet, dan halen we eruit. Download nou Kaasje, binnenkort in de Apple Store. Yup. Al die wijven om me heen, iedereen wordt verliefd. Al die wijven om me heen, iedereen wordt verliefd. Lekker bezig, Brent. Wilt een stukje van de taart, ik heb hem helemaal gesneden. Lever je wat op, wil ik hem zelfs met je delen. Wees niet bang, maak geen grappen, want ik sta op mijn strepen. Want vertrouw ik je niet, dan loopt mijn jongen met een 9. Maar wat is dit nou? Loop je jongen met een 9? Oh! De jongen loopt met een pistool. Nou, natuurlijk niet. Oh, wat een onzin. Doe nou gewoon normaal. Jezus. Ben je in een Porsche, in een Benz of in een Beamer. Maar doe het never voor het oog, ik heb die status van een dealer. Doe het never voor het oog. Heb die status van een dealer. Doe het never voor het oog. Als in, dus hij doet het allemaal een beetje low-key. Heb de status van een dealer dat je alles een beetje stiekem doet, maar wel geld hebt, maar dan wel stiekem. Gast, je hebt elke clip alleen maar merkkleding aan. Je hebt alleen maar in dure auto's. Het gaat eigenlijk alleen maar om voor het oog. Wat ben je dan voor kutdealer? Doe het never voor het oog. Heb die status van het oog. Doe het never voor het oog. Gucci schoenen, Rolex, Gucci, Louis Vuitton. Doe het never voor het oog. Nah, ik kan niet met mijn kop niet bij, jongen. Echt. Zeg gewoon, ik doe het voor het oog. Het lijkt allemaal zo goed sinds klein. Besef even hoe leuk het is, mensen. 40.000 likes. Dan staan we allebei in die beurt. Ja, staan we naast elkaar een liedje te maken. Dat zou toch fantastisch zijn. Maar in die tijden op school zo vrij. Je zag de shine, maar niet mijn pijn. Je hebt er nooit gezien naar mij. Maar ja, voor de rest, als je maar niet luistert naar de tag, dan vind ik het wel prima klinken. Zeg maar weer het refrein, hè. Je zag de shine, maar niet mijn pijn. Nou, tot zover sinds klein van Brent. Mensen, 40.000 likes. En ik maak een track met mijn tweelingbroer. Als hij dat nog wil naar deze video, dan weet ik natuurlijk niet. Misschien zegt hij je naam wel. Koen, je kan met tyfus krijgen. Kijk, het zou op zich ook terecht zijn. Maar laat het achter, mensen. Willen jullie dit zien? De ja of de nee? Ik zeg voor je, we hadden 40.000 likes. Maar iedereen zegt van Koen, krijgt de tyfus. Ik kijk nooit meer naar je. Als je het doet, dan doe ik het alsnog. 40.000 likes, 40.000 likes. Dan ga ik even een banger doen, toch? En ik ga eisen dat hij op mijn kanaal komt. Want anders hebben we er natuurlijk niks aan. Ik wil een beetje views halen. Hallo! 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 Hij heeft 4000 likes, 2000 dislikes. Eenzaam, minder dislikes en 48.000 likes. Eenzaam, meer dan 1 miljoen views. 4.000 gaan. Kijk genoeg. Mensen, ik wil je bedanken voor het kijken in deze video. Vond je het leuk, zeg een duimpje omhoog. En abonneer op mijn kanaal en liken. Bedankt voor het kijken. De groeten. Oh.
Holy shit, echt mijn oren doen nog pijn. In mijn tuin was of beat een beetje vals in het refrein. Maar zo is het wel begonnen, beetje jong en onbezonnen. Switchen snel voor op FIFA en ging onderweg een tonnen, wauw. De mop van vandaag: wie moet je bellen als een kind van een flat afvalt? De kinderopvang, oh wat slecht. Stuur me nieuwe moppen naar Koen op Instagram.